De regering heeft een goed besluit genomen om het gebied van ontwikkelingsbeleid door Mennonieten de kans te geven om in Suriname aan landbouw te doen. Dit vertelt Ruud Soeverein, directeur Terra Invest Suriname en Guyana, die onderhandelt namens de groep in het actualiteitenprogramma Onder de Loep. De directeur benadrukt dat er tot nu toe geen grond gekocht is door de groep, nog dat die aan hen is geschonken door de staat. Vooropstellen, kijk, de regering heeft het besluit genomen. Wij hebben informatie aangedragen. We weten dat de regering, met name de minister van Bibis, dat die ook via zijn diplomatieke kanalen, ook in de verschillende landen waar de Mennonieten actief zijn, ja, met name Bolivia, Mexico en Belize, met betrekking tot onze groepen, geïnformeerd heeft en daar alleen maar positieve geluiden heeft gehoord. Ja. In relatie tot ontwikkeling, hè? Want dat was denk ik ook de vraagstelling. Hè? Want ik denk niet dat meneer Bibis, de minister van Bibis, het ook gevraagd heeft van de milieubeweging in die landen. Maar uit die landen zijn positieve geluiden gekomen. En de minister van Bibis heeft samen met zijn regering, ook naar aanleiding van een presentatie van mij aan de regeringsraad, hebben een besluit genomen. En op basis van de ontwikkelingsdoelstellingen. Soeverein geeft verder aan dat de Mennonieten een grote bijdrage kunnen leveren aan verhoging van de export en verbetering van de economie. Hij weerspreekt het dat Mennonieten een gesloten groep zijn die niet met andere groepen samenwerken. De beweringen dat het om een gesloten gemeenschap zou gaan, ja, ik denk dat dat niet waar is. Mensen die werkelijk ooit in Mennonieten gemeenschappen zijn geweest of die heel intensief met Mennonieten hebben samengewerkt, die zullen dat zeker niet bevestigen. Kijk, de infokanten zei net al dat er maar twee landen in Zuid-Amerika zijn waar nog geen grootschalige landbouw plaatsvindt. En ik weet niet of we dat als een positief compliment moeten opvatten of een negatief compliment. Ik weet wel zeker dat Guyana ondertussen probeert om daar ook verandering in aan te brengen. Vanuit contacten die ik heb in Bolivia is mij de vraag gesteld, zou Suriname geschikt kunnen zijn? En ik heb die vraag bevestigend beantwoord. Soeverein geeft verder aan dat Mennonieten genoeg kennis en ervaring hebben om groot landbouw in Suriname naar een hoger niveau te tillen. Hij benadrukt dat deze groep ook de financiële daadkracht heeft om zaken gedaan te krijgen binnen de landbouwsector, wat veel voor Suriname kan betekenen.